Misschien moeten we dat gewoon in de intro's gaan laten. Of toch maar niet. In ieder geval, we zijn er weer, man. Nieuwe video. En wij gaan vandaag reageren op mensen die iets doen. En daardoor gelijk spijt krijgen. Dus in principe, karma. Zo kunnen we het wel zien. En karma is niet altijd direct. Maar, jullie snappen wat ik bedoel. Weet je waar je trouwens ook spijt van kan krijgen? Als we ooit 1 miljoen abonnees halen. En je zat er niet bij. Niet bij de 1 miljoen klap. Ik bedoel, je hebt de 100.000 klap al gemist. De 500.000 klap. Die miljoen klap. Wil je niet missen. Dus ja, abonneer. En dan ga ik nu een koptelefoontje opdoen. En dan gaan we beginnen. Nee, block it down. Kill man. Oh jee. Lach me helemaal kapot. Glas gebroken. Nee, ga weg. Betaal de rekening en een nieuwe glas. Waarom reageer ik eigenlijk zo boos op dit? Maar nee, ik vond het gewoon niet grappig. Ja? Ik vond het gewoon niet grappig. Ik hoop altijd als ik een video start dat we gelijk bij de boom weer binnenkomen, maar... Nee. Oh jee. Dus jij wil even sexy doen. Met je outfit. Ja. Mevrouw, gaat u maar eventjes slapen. Die ging van model naar groenvoorziening. Ja, daar ga ik lekker op. Dit zijn de mooie video's. Even planten plukken. Ah ja, dat is zo'n... Zo'n slow-mo shot. Ja. Ga jij maar even zwemmen. Ga jij doen? Oh nee, je ziet hem al breken. Nee. Ik weet niet, man. Van mij heeft hij... Ja, als je zo kan blijven lachen, dan hit je je bals niet. Of hij heeft gewoon geen ballen. Dat kan ook. Ja, laten we gewoon verder doorgaan. Oh, is dit weer zo'n ding dat ze... Oh, vond ik dit zo leuk. Ik weet niet wat ze dronken. Wijn of zo, maar... Al op in de vijs. Like a cat, G. Oh! Oh, nee. Dat kan je niet zijn. Oh, je gaat... Ja, toch. Ik weet niet of jij even een bril moet bestellen bij de Specsaver of Pearl, maar dit ging niet goed. Dit is ook zo dom altijd. Ja, die fles gaat breken. En ook nog op tapijt. Zo, ik schrok gewoon even ervan. Oh ja, dit. Dit is een nieuw dingetje. Dan gaan ze het knippen. Ja, als je hem een paar keer hebt gezien, dan weet je het wel. Oh my god. Kat sloopt laptop. Kat is boos. Kat is heel boos. Hoofd is heet. Heet net als thee. Oh, die dacht een appel. Dit verwacht je niet van iemand die een programma neerzet als accepteerde punchline. Dit is nou waar ik direct spijt van krijg. Dit was, nee. Dit was hem niet. Hé, hey, dit is wel sick als je dit kan. Maar dit gaat sowieso mis. Vooral niet naar voren kijken. En je bent er al. Maar dat heeft hij niet door. Ja, toch? Ja. Nee! Het kon zo mooi eindigen. Nu weten we het niet. Misschien schoof hij wel door en maakt hij de 3-dubbele backflip met de tand door de lip. Die hebben we nu gewoon gemist. Ja, dit is jammer. Dit is jammer. Oh ja. Ja, toch? Gebruik jij mij even als bieropener. Let op. Ja, toch? Ja. Eventjes AppleCare bellen. Oh. Nee. Nee. Yo. Nee, dit heeft hij niet gedaan, toch? Kijk, dat is het voordeel van kaal zijn. Bij mij kan het niet meer gebeuren. Bij mij gebeurde dit automatisch. Ik werd op een dag wakker en ik dacht, hé, wat ben ik kaal? En dan ga je een soort van nog proberen je kapsel te houden. Je wilt er niet aan toegeven. Dat is het grootste probleem van iedereen die kaal wordt. Op een gegeven moment zie je gewoon eruit als de Avatar. Dan heb je alleen nog maar een pijl op je hoofd. En dan denk je, ja, weet je wat... Laat me gewoon toegeven. Ja, het doet soms nog steeds pijn. Nee. Hij komt er niet meer vanaf. Ja, dan ben je ook een teringhond. Ja, dat is leuk humor dit. Ja, man. Oh, dat is een soort van freakvonk. Ik weet niet wat die... Oh! Hij schrok zelf ook. Ja. Tering, man. I will never need to use remote control in this house again. Daddy, come on! Ik zat eerst te
kijken wat er gaat er gebeuren. En toen las ik ineens hier, hij told my African mom RTV was touchscreen. Dus zij doet zeg maar swipen. En hij zit gewoon met een afstandsbedieningje. Ja. Oh jongens, dit is zo geweldig. Dit ga ik ook proberen met mijn ma. Misschien... Misschien trapt ze er gewoon in. So you guys would just be believing anything somebody tells you. Haal ze goed te pakken. Haal ze goed te pakken. De slipper neef. Hello. Would you like one too? Eating a tiny there. Oh, daar komt Buffalo. Oh my god, I'm sorry. Oh my god, he's coming right from here. Wat voor geluiden maakt deze man allemaal? I'm sorry, I'm sorry. Alsof die dat gaat verstaan, alsof die zegt, ja toch, ik begrijp je. Oké, begin was het leuke, laatst overdrijft hij weer. Maar ik ga eerlijk met jullie zijn, ik zou me niet heel anders gedragen hebben. Misschien niet dat... Misschien niet dat erbij, maar ik zou waarschijnlijk wel naar de andere kant gesprongen zijn. Tot zover dat lukt. Oh. Oeh, hij heeft daar echt geluk gehad. Ja, mijn autootje is klaar hoor. Ja. Oh, die impact even. Daar hè. Oh nee. Dit gaat sowieso fout. Lekker bezig, pik. Volgens mij heb ik deze video een keer gezien. Ik weet niet zeker, maar dat is mooi. Nee. Kijk haar gezicht ook. Ze schaamt zich dood. En hij kijkt van, what the fuck? Ik weet niet of ze een stelletje zijn, maar ja, dit is, ja, dit maak je liever niet mee. Geloof me, de schaamte gaat door heel haar lichaam. Hier, ze schaamt zich echt dood. Het is bijna zielig. Maar ja, hé. Wat de huur niet betaalt, moet eruit. Toen zag ik die aankomen. Ik dacht sowieso wel dat ze ergens zou vallen. Maar niet dat ze deze duif zou maken. Ja toch, even aanbellen. Nee, klopt wel. Oh jongens, wat heb ik er naar mijn zin. Ja, sowieso Deb. Die voel je even hoor. Oh nee. Oh nee. Daar is een touwtje. Er gaat ook nog water in. Ja, lekker. En die buffalo denkt, ja, of die stier, weet ik veel wat de fuck het is. Die denkt van, ja, wat moeten we hiermee? Oh, ze komt er niet meer uit. Ja, lekker. Daar gaat je outfit. Oh, shit. Ja, lekker bezig, pik. Dat doe je goed. Nee, 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 niet de rem. Niet de rem. Niet de... Nee, niet de rem. Zo kan je niet zijn. Zo kan je niet zijn. Oh, de teringleier. Oh, nee. Stoppen onder het bed. Dat kan je niet zijn. Ja, hij gaat sowieso een pak slaag krijgen. Ja, tot daar komt de slipper. Kunnen ze niet even waarschuwen? Wie de fuck heeft daarom gevraagd, man? Tering. Ik zal het geluid voor jullie even zachter zetten, zodat jullie niet hetzelfde als mij hoeven mee te maken. Maar wat een geluid. En mijn koptelefoon gaat gelijk op. Het geluid was zo hard dat hij gelijk alles opfokte. De tering, man. Hebben we nog een... Ja, is er nog een bijter? Is er... Ja, waarom lijkt het... Je moet ook al gelijk zeggen van nee, niet doen. Waarom doe je dit? Ben je verzekerd? Kaulo Dagu. Trouwens, mijn liefde voor honden is echt groot. Maar alsnog. Ik zou het niet toelaten als mijn hond in mijn laptop zou bijten. Ik snap het niet. Oh. Hij klapt gelijk heel de oven eruit of zo. Ja, dit had hij ook niet verwacht. Nou, geloof me jongens, dit is geen John Wick. Dit is geen John Wick. John Wick, die komt achter je aan, kilt 20 man, omdat je zo'n hondje hebt getouched. Ja, dit is geen John Wick. Wat? Wat deed zij? Oh, ze wou een soort van sexy doen. Ja. Maar waarom ging ze de fout in, zeg maar? Lekker bezig, pik. Ja, toch. Oh, ja, toch.
Pauzeer jij maar even. I'm 2 days old when I realized. Oh ja, ik zag het daar komen. No! Het kutste van alles is niet eens dat je van je auto een rommel maakt. Je kan het gewoon niet meer eten. Ja, misschien doet hij dat wel. Maar ik ben wel iemand als ik iets heb laten vallen. 5 seconden regel bestaat bij mij niet. Ik hoef het niet meer, weet je. Neem het. Ik ga wel opnieuw de Mac Drive in en ik koop een nieuwe. Nee, maar ik ben daar niet van. Ik weet niet hoe het met jullie zit. Maar nee man, bij mij moet het gewoon niks aanraken. Oh ja. Ja, dan stik je bijna. Oh. Weet je wat ik altijd denk met die skis en zo? Stel je voor, je hebt het, zeg maar van die skis aan je voeten. En je hangt ergens, maar je maakt een harde klap. Ik heb altijd zo'n gevoel dat die dan je been eraf kan trekken of zo. Waarschijnlijk zitten zo'n veiligheidsdingen waardoor dat niet kan gebeuren. En je lichaam is zwaarder dan dingen. Maar ik heb dat gevoel altijd. Ja, toch? Oh. Ja, man. In ieder geval, je hebt wel een mooi schilderijtje nu in plaats van de tv. Alles eruit, let op. Oké. Oh. Ja, dat voelt hij waarschijnlijk niet, hè? Maar hij is wel weg. Hij is wel gone. Hij denkt, I'm out. Ze blijft ook over. Hoezo wil ze doen alsof er niks aan de hand is? Alsof ze niks zou voelen. Kijk je. Dus ik zou daar toch wel hebben gelegen. Nee, man. Ik zeg jullie eerlijk, ik zou het niet zo kunnen volhouden van joh. Maar waarschijnlijk doet zij aan yoga en zo. En denkt ze op dit moment, het doet geen pijn. Ik ga zoeken naar mijn innerlijke rust. Ik ga zoeken naar het antwoord. Nee, je hebt pijn. Heel veel pijn. Oh ja, toch? Ja. Laat jij me even je eten zien, pik. Hij is gebroken. Hij denkt, nee, man. Oeh. Ja, die heeft pijn. Die heeft last. Oh ja, deze heb ik een keertje gezien. Ja, daar gaat je... Oh, dat is een dure auto, hè. En daar gaat je Starbucks koffietje even in. En het ergste is dat het waarschijnlijk niet eens haar auto is. Weet ik niet zeker. Ik ken haar niet. Ik ken de auto niet. Maar ja, waarschijnlijk zoals ze zo met de telefoon moest iemand daar een foto van maken of een filmpje. En dan fok je even iemands peperdure auto. Mevrouw, bent u verzekerd? Ja, die heeft last van zijn rug. The service is incredible. Ook de timing, hè, van the service is incredible. En hij gaat neer. Je zou gewoon bijna denken dat het gespeeld is. Oh ja, man, spit in the face. And I'm gone. Oh nee. You Kun je een killer clown zijn? Smack up the bitch! Dude. You better clean this shit the fuck up. I need you to go. Put your arm straight out. Close your eyes. Besef, hè? Ze had al die temperament van Petra die zit opruimen. En hij gaat daar opfokken. Waarschijnlijk met zo'n worst. Nee, toch? Oh. Ja, dat vind ik mooi. Oké, jongens, de koptelefoon is af. En dan weten jullie wat dat betekent. We zijn bij het einde van de video. Ik hoop dat jullie dit een leuke video vonden. Vergeet dan niet te liken, te subscriben. En tot de volgende. Ik hou van jullie. Later. Skuda!